De komende anderhalve week is spannend voor Shell, want aanstaande donderdag komen zij met de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2020. En volgende week donderdag hebben zij Strategy DJ 2021, oftewel dan maken zij zelf officieel de plannen bekend van wat zij gaan doen als Shell, als bedrijf zijnde in de toekomst. Nou, Reuters heeft gisteren een artikel geplaatst, want zij zeggen dat die plannen al zijn uh, uitgelegd, dat zij die in bezit hebben. En daar hebben ze dus een nieuwsartikel over geschreven. En dat nieuwsbericht gaan we nou in deze video behandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Zoals je misschien gisteren hebt gezien ben ik inmiddels fulltime YouTuber. Dat betekent dat ik ook meer tijd heb om video's te maken. Ik wil niet elke dag een video gaan maken. Maar toen ik dit nieuwsbericht gisteren zag, dacht ik, dit is wel genoeg ja, genoeg interessant om ook in een aparte video te behandelen. Ook zeker snel op de korte termijn, omdat het natuurlijk om nieuws gaat. En ik weet dat heel veel van jullie um, ja, wel bezig zijn. Misschien met het aandeel zelf van Shell of met energiemaatschappijen of misschien juist totaal niet met energiemaatschappijen, maar het tegenovergestelde elektrische voertuigen. Ook dan denk ik dat dit nieuwsbericht uh, interessant is. Dat is dus de reden dat ik het wil gaan behandelen. Zoals gezegd een nieuwsbericht van Reuters met de titel Shell richt zich op handel in energie en waterstof. En het artikel begint eigenlijk met de tekst van Royal Dutch Shell gokt op haar expertise op het gebied van energiehandel en snelle groei in waterstof en biobrandstofmarkten. Zeker nu de markt eigenlijk wegdraait van olie in plaats van dat het zich eigenlijk net zoals wat concurrenten doet... aansluit in een strijd om hernieuwbare energiebronnen... al dus een bron binnen het bedrijf. Nou, alle oliemaatschappijen zijn op dit moment eigenlijk al op zoek naar een nieuw businessmodel... omdat ze natuurlijk minder afhankelijk willen zijn... of moeten worden misschien zelfs wel van olie. De wereld gaat namelijk over op schone brandstoffen... maar zeker ook beleggers willen investeren in die toekomst... Uh, in die toekomst en niet in die toekomst van olie... maar juist in die andere schone toekomst eigenlijk... Het plan van Shell wordt officieel dus pas gepresenteerd op donderdag 11 februari. En daaruit blijkt al, wat nu al een beetje is gelekt, dat Shell dus een tussenpersoon zal worden in de handel in energie. En niet zozeer dus miljarden gaat investeren in hernieuwbare of duurzame energie, zoals concurrenten vaak wel doen. Nou, de productie van olie en gas zal bij Shell de komende tien jaar wel op pijl blijven. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Dat hebben ze ook echt nodig om natuurlijk het plan voor de toekomst te financieren. Um, al zal gas natuurlijk wel een steeds belangrijker onderdeel worden in die productie, omdat het juist schoner is dan olie. Nou, kijken we dan naar concurrenten, bijvoorbeeld naar BP. Dat, geeft juist aan, dat bedrijf geeft juist aan dat het de komende tien jaar de productie van olie uh, juist met 40% te laten afnemen en juist volop in te zetten in die duurzame, op die duurzame energie. Nou, dat zien we ook eigenlijk al terug in de koersen van deze beide bedrijven op de beurs. Kijken, we naar de laatste zes maanden. Dan staat Shell 20% in de plus. Terwijl BP in diezelfde periode 5% in de min staat. Dat heeft er denk ik mee te maken omdat natuurlijk beleggers kijken naar die nieuwe investeringen die heel erg veel geld kosten. Nou, dat gaat natuurlijk ten koste van de winst op de korte termijn. En natuurlijk met olie, zeker als de olieprijs goed is, is daar ook gewoon heel erg veel geld mee te verdienen. En wil jij nou bijvoorbeeld aandelen Shell of BP kopen, of juist verkopen, of misschien juist wel andere aandelen kopen? Dat kan bijvoorbeeld via de Giro, dat is de broker die ik gebruik, maar ook heel veel van mijn kijkers maken daar gebruik van. En een link naar de Hero om een account te openen vind je onder deze video terug. Dat kost jou niets, maar het helpt wel het kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. En vind je dit een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden en je helpt daarmee ook het YouTube kanaal. En wil je geen enkele video missen in de toekomst? Abonneer dan vooral op het kanaal via de knop onder deze video. Gaan we nu verder met het artikel en dan eigenlijk naar de energiehandel kijken. Want Shell is als werelds grootste energiehandelaar, een activiteit die zij marketing noemen. Uh, het verhandelt ongeveer 13 miljoen vaten olie per dag, oftewel 13% van de wereldwijde vraag voor de pandemie, met behulp van ja, een, groot, een van de grootste tankervloten. Het is ook de grootste handelaar in vloeibaar aardgas, ook wel LNG genoemd. ...koopt En verkoopt stroom, biobrandstoffen, chemicaliën en koolstofkredieten en wil nu dus eigenlijk die poolpositie die ze hebben gebruiken om een groot deel van de snelgroeiende koolstofarme energie eigenlijk uh, te vangen, naar zich toe te trekken. Oliemaatschappijen gebruiken deze handel dus eigenlijk om te profiteren op de korte termijn met ja, wat met vraag en aanbod die er in de markt zit. Dit zorgt er trouwens ook voor, of heeft ervoor gezorgd, dat Shell afgelopen jaar in het tweede kwartaal geen kwartaalverlies heeft geleden. Ze kregen natuurlijk op dat moment uh, vaak geld toe om olie op te slaan. Shell had die capaciteit, want misschien weet je nog wel wat er toen gebeurde met de oliefutures. Als je oliefutures had, dan had je ook de plicht om de olie af te nemen, die moet je dan ergens opslaan. Alles zat vol, dus eigenlijk wilden mensen betalen om van die futures af te komen. Nou, dat is een voorbeeld van wat er dus aan handel eigenlijk is. En wat vraag en aanbod doet op de korte termijn. We lezen ook dat tegelijkertijd Shell van plan is om het consumentenbestand te versterken. Door de elektriciteitsvoorziening van woningen en het netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen uit te breiden. En door juist lange termijn overeenkomsten voor de afname van elektriciteit te ondertekenen. Shell heeft op dit moment 45.000 verkooppunten wereldwijd. Veel meer dan Europese concurrenten. En is ook nog eens van plan. Om tegen 2025 dit uit te breiden met 10.000 nieuwe verkooppunten. Kijken we dan naar waterstof, want ook dat komt ter sprake. Shell gokt eigenlijk op de toekomstige groei van waterstof, allesbronnen. Waterstof en de zogenaamde groene waterstof, die uitsluitend met hernieuwbare of duurzame energie wordt gemaakt, brengt hoge kosten en infrastructurele uitdagingen met zich mee. Alhoewel Shell daar op dit moment ook al volop op investeert. Nou, de eerste focus van Shell zal dan zijn op Europa, te weten Hamburg en Rotterdam, waar het al waterstofhubs aan het ontwikkelen is of al heeft. Maar ook concurrenten zijn natuurlijk bezig met waterstof. Soms zijn dat de grote concurrenten, zoals BP of Total. Soms de wat kleinere bedrijven, zoals we misschien de laatste tijd wel hebben gezien, met de waterstofaandelen op de beurs. Ik denk dat iedereen die zeker ook dit kanaal volgt, dat hebben we al vaak genoeg besproken. En nu is het dus eigenlijk de vraag om welke toekomst wil jij kiezen als belegger zijnde. Shell gaat zich dus richten op de winstgevendheid bij projecten, bijvoorbeeld offshore windparken, waar het wel een voordeel heeft op de concurrentie, maar juist niet bij normale zonneparken of windparken op land, want daar heeft juist de concurrentie het voordeel. En we weten natuurlijk ook dat Shell dit jaar maximaal 9000 werknemers zal ontslaan, oftewel zo'n 10% van het totale personeel, juist vanwege kostenbesparingen voor de toekomst. En onderaan het artikel lees dan ook: beleggers zijn echter bezorgd. Dat ze moeite kunnen hebben om hun winstprognoses te halen. door te investeren in dure duurzame projecten. Die doorgaans ook nog eens een lager rendement opleveren dan olie. Ja, beleggers letten natuurlijk op de winstgevendheid. Een belegging, een investering die jij doet, moet gewoon geld opleveren. Liefst vaak ook bij heel veel beleggers op de korte termijn. Maar kijken we juist bij Shell, vaak staat er er grote fondsen waren, je had de aandelen van Shell juist omdat het zo'n gevestigd bedrijf was. Nou, die bedrijven moeten natuurlijk ten eerste investeren in de toekomst, maar bijvoorbeeld ook nog eens dat doen met het geld van, pensioengeld van werknemers, dus zij moeten ook nog eens gaan letten op het imago, dus dat is ook nog een beetje een, een balans vinden tussen winst. Maar ook het imago. Want wil jij geld of willen werknemers wel dat jij hun pensioengeld in olie investeert? Ook dat gaat natuurlijk veel vaker meespelen. En dan wil ik deze video ook afsluiten eigenlijk met een vraag aan jou: van, geloof jij in de toekomst van deze oliemaatschappijen? We weten natuurlijk allemaal dat olie, ja, dat hebben we elke dag nodig, dat gaat niet zomaar weg. Want olie wordt niet alleen gebruikt voor brandstoffen, maar het komt in heel veel producten terug. Dus de vraag naar olie zal wel blijven. Aan de andere kant weten we ook gewoon dat ja, de, de groei van elektrische voertuigen bijvoorbeeld gaat door middel van een S-curve. Dus het gaat in één keer exponentieel hard omhoog. En we weten ook dat tegelijkertijd als de vraag naar olie maar een klein beetje daalt... ...dat daardoor de koers van olie ja, flink kan dalen. En dat dus de winstgevendheid van bedrijven natuurlijk uh, meteen wel vrij snel onder druk komt te staan. Dus... Geloof jij in de toekomst van deze oliebedrijven? En zo ja, geloof je dan eerder in het plan van Shell of juist in het plan van BP of andere concurrenten? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Ik ben erg benieuwd uh, wat jullie denken, hoe jullie daar naar kijken. En ik denk ook dat we vooral van elkaar allemaal kunnen leren. Dus laten we vooral de ruimte die we hebben onder deze video daarvoor gebruiken. En dan zijn we daarmee aan het einde komen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je dus een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En het helpt het YouTube-kanaal. Dus dat is altijd heel erg fijn. Dat zou ik erg waarderen. Wil je nou nog zelf meer video's zien? Maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week normaal gezegd drie video's over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik even onder de video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.